De condensfabriek in Ljouwert ontstiert als de boeren van 33 coöperatie vinden dat er meer dienen worden moet met bijproducten als ondermolken en waai. Ze vregen Sietse Hepkema om haar idee vorm te gaan. Het borstbeeld van de groenlezer van de condens stiert Joertedij in de entree van de fabriek. Hepkema leidt de basis voor de internationalisatie. Hij is begonnen met Engeland. En Engeland daar hier al een, daar kreeg wel een merk, maar hij zei ik wel dat gecondenseerde malken daar eigenlijk al, de merk weer al redelijk vol. En toen heeft het skip pakt en toen is het via Amerika is er in het Verre Oosten gekomen. Daar, toen is het begon in Indonesië, en zo heeft het in de vierde gang naar Maleisië, en zo heeft er in Thailand is er bezig geweest, Vietnam, en zo is eigenlijk de exportmarkt ontwikkeld. Het bedrijf groeit van de beginjaren al als kool. Er komen een soort exportlanden bij en het productieproces wordt heel iets verder automatiseren. In een ononderbroken stroom bereiken de busjes de zogenaamde tapperij, waar ze gevuld worden met gesuikerde condens. Zoals vrijwel alles in de fabriek geschiet ook dit geheel automatisch. Na verskate fusies is de condens in Wurg onderdeel van zuivelreus Friesland Campina. Maar de rol van de condensfabriek daarin bloedwichtig. Het is net meer het hoofdkantoor. Het is ook niet meer het centrum waar alles makken wordt en dienen wordt. Dat is Amersfoort. Maar het is wel de grootste gecondenseerde malkenfabriek in de hele wereld. De groei is er nog lang net uit. De vraag naar de producten van de condens is groot en in vooral de laatste jaren alleen nog maar ta. Er wordt hard werken om modernisering en uitbreiding. En dat is nog lang net dienen. Wij verwachten in de komende jaren dat wij de uitbreiding van de 170 gram verpakking einde dit jaar klaar hebben. Dat wij daarna naar de volgende fase gaan waarbij we de hele processing, dus waar de malken omvormen wordt naar gecondenseerde malken, dat de volgende fase is van de uitbreiding. En dat is de fase die een ieren strijfjouwer in beslag neemt, want het zijn natuurlijk gigantische hoeveelheden malken die er terug in gaan. En dan hopen we, en dat denken we ik, dat we daarmee een 50% meer productie realiseren kennen, wat we ik verkeerpje kennen in de komende jaren.